Een tiental jaar geleden richtte Annick Horens uit Aspelaren samen met een tiental enthousiaste dorpelingen met succes een Facebookgroep op met de naam Gezet van Asploer Aske. Intussen is de naam echter veranderd naar Prikbord Aspelaren. Dit om de volgende reden. Mensen vroegen mij van, uw titel is Gezet van Asploer Aske, maar ik ben niet van Aspelaren. Mag ik daar dan iets op zetten? En ik dacht van, waarom niet? Mensen die tot de groep behoren, het zijn allemaal mensen die een of andere band met ons dorp hebben, mogen daar iets op zetten. Een prikbord is ook een plaats waar men dingen kan posten, zolang het positief en, moet ik het zeggen, positief en ja, allez, goed blijft, dus niet kwetsend, dus, en ook geen politiek of godsdienst aan te pas komt, zit dat voor mij goed. Dus vandaar het woord prikbord in plaats van de eerste zin. Is het eenvoudig om die groep bij elkaar te houden en om te beslissen wat er mag opkomen en niet, want dat is niet eenvoudig, hè? Alles wat positief is, dus herinneringen van vroeger, foto's, anekdotes van vroeger, maar ook dingen die mensen, waar ze nu mee bezig zijn, dingen die hen bezighouden. Dat kan gaan van kleine dingen. Mijn hond is verloren gelopen. Wat kan ik doen? Ja, dus dingen die leven bij mensen. Hoe ziet de toekomst eruit van de groep? Ik zie de toekomst eigenlijk positief in. Het is ook een zeer positieve groep. Dus er is geen plaats voor negativiteit. De toekomst, ja. Bij leven en welzijn, dus als ik er nog het beetje kan uithouden. Zolang de mensen geboeid naar ons, naar onze inbreng kunnen kijken, meevolgen en zelf ook een duit in het zakje doen, ben ik al heel tevreden. Ja. Ooit gedacht dat het zo'n boost ging geven, die groep? Nee, nooit gedacht. Ja. Ik dacht bij de aanvang van, ja, laten we het proberen, maar... Het is inderdaad een heel groot succes. Er is ook een enorme medewerking. Er zijn spelletjes. Dus momenteel is het Valentijnsspel aan de gang. Zeer tof. Mensen kunnen over hun liefdesleven van vroeger eens vertellen. Er zijn ook regelmatig quizzen. Dus waar mensen dan kunnen meedoen aan een wedstrijd. Bijvoorbeeld een fotowedstrijd. Wat zie je op de foto? Of rikketik, waar ben ik? Zo van die dingen. Dat bevordert ook het groepsgevoel. Dus, dus mensen voelen zich betrokken. En op die manier betekenen ze ook iets. Ook mensen die iets kunnen. Dus er zijn heel veel talenten in Aspelaren. Woordkunstenaars, beeldende kunst komt aan bod. Maar ook het vrouwtje van 90 jaar, dat daar een bloemstukje gemaakt heeft, waar ze zo fier op is, kan er ook op. Ja. Ook het langs de andere kant dan het wel en wee van een dorp. Dus gaat er ook eens iets opkomen wat minder aangenaam is dan wat confronterend is voor vele anderen. En dat is niet alleen bedoeld voor mensen die hier wonen, maar ook mensen die uitgeweken zijn omwille van hun beroep of omwille van relatie bijvoorbeeld. Ja. Die zeggen van, ik woon nu in Gent, maar ik vind het wel tof dat ik met mensen van Aspelaren, van mijn dorp van vroeger, opnieuw contact heb. Wat is je grootste wens nog voor de groep en voor jezelf? Voor mezelf dat ik er een goed gevoel blijf aan bewaren, wat nu zeker het geval is. Ik vind met zo'n positieve mensen elke dag opnieuw, dat geeft mij een motivatie om verder te gaan. Ik ben niet de persoon die de hele dag gaat zitten kniezen en zeuren. Ik wil iets voor mensen betekenen. En in die zin is gezet van Aspelaren vroeger, prikbord Aspelaren nu, anders dan andere groepen, omdat ik vind dat het menselijke aspect zo belangrijk is.